Weer trekken wij ten strijde voor rood, zwart en groen. Ja, nog niet te enthousiast jongens, want ik ken nog niet, het is nog niet allemaal verwerkt. Welkom bij een nieuw seizoen van HNG. Ja, we staan nu hier, maar het is nog niet het gevoel, het goede gevoel is er nog niet. Daarom staan we nu hier bij de Goffelt. Misschien dat het gevoel dat een beetje gaat kriebelen in het buikje, maar tot heden is het nog niet zo. Ik weet nog niet hoe ze ervoor staan, ik heb ze nog niet zien spelen. Ik ben nog steeds, die degradatie heb ik nog niet verwerkt. Dus het is nog een beetje ruw van binnen. Ik heb de trainer nog niet gesproken, ik heb nog geen speler gesproken. Het is allemaal nog vreemd. Ik vind het wel fijn dat Moesloe er is. Een oude bekende en oude teammanager. Ja, die jongen die brengt wel iets over. Ja, ik ben ook blij de pot, hoe ze er weer bij is. Hè. Die brengt een beetje dat nimmerige gevoel weer over. En dan wordt er weer eens een biertje gedronken natuurlijk. Ja, en die nieuwe Nederlandse jongens, niks te nadelen van die spelers van vorig jaar. Maar dat is ook prettig voor de supporters. Als we weer eens een feestavondje hebben, dan kunnen we tenminste een beetje Nijmegens lullen. En Nederlands lullen, deed die gasten. Normaal doen we even terugblikken, maar ik denk bij mij deze keer laten we maar niet terugblikken. Want wat achter ons is, dat wil ik gauw vergeten. Dus laten we dat maar niet doen deze keer. Volgende week gaan we weer terugblikken. Ja, favoriete speler, Arnoud Groeneveld. Geweldige speler. Ik hoop dat hij het seizoen afmaakt bij ons, want ik ben bang dat hij van tevoren al pleit is. En hij had er al 3 doelpunten gemaakt in de voorbereiding. We waren wel niet de meest moeilijke tegenstanders, maar voorlopig had hij ze toch gemaakt. Ja, dan mogen we vrijdag tegen die club waar Jack de Gier trainer is. Hè? Alweer Sun City. Dat lag er vroeger in de zee, die stad. Met Jack de Gier nou trainer is. Ja, we hebben een goede herinnering aan Almere City. Daar hebben we een paar jaar geleden de periode gepakt. En dat was het begin van het hele mooie seizoen eigenlijk. Ja, ik snap de supporters ook wel. Het is een beetje afwachtend. Zien we even dat we eerst maar van Almere en van de Eagles winnen. Dan komt dat gevoel wel weer terug dat we onoverwinnelijk zijn. Scheidsrechter Edje Jansen, die hebben we ook wel eens gehad in de Eredivisie. Hij woont in Meil. Hij heeft een leidendgevende functie bij een taxibedrijf. En dat is maar te hopen dat hij de meter aanzet als hij deze kant heen komt en dat hij niet sjoemelt, want dan zien de taxichauffeurs goed in. Nou, de voorspellingen zijn goed, ook voor mij. Ik denk toch een kleine 4-5-0. En dan mag Almere blij zijn dat ze daarmee wegkomen. Jammer voor Jackie, maar wij zijn er blij mee. Yes! En doen jullie allemaal de groeten aan Jack. Hou je haar en ik ga even de seizoenkaart ophalen.